hele goede morgen. Het is vandaag maandag. Ik ben al een tijdje wakker. Ik heb even gedoucht, mezelf even omgekleed. En ik ben alleen thuis vandaag. Dus ik kom vanavond pas terug van Albeveres. Ik heb gisteren ook alleen geslapen. Ik heb me net dus even omgekleed. Ik heb aan witte broek van de Bershka. Beige top van de Zara. En, en deze blazer heb ik een tijdje terug gescoord in de Bershka sale. Ik vind hem echt heel erg fijn. En mijn nieuwe tas natuurlijk. Ik ben er echt heel erg blij mee. Ik ga dus even richting Zara. Want Nesim heeft mij even gevraagd om een paar blouses voor hem te halen. Even een paar nette blouses. Dus ik ga kijken of ik dat even kan scoren. De rest. Dus er hier twee broeken in van de Zara die mij niet pasten. En die gaan terug, want die had ik toen online besteld. Maar ze zijn echt heel erg raar. Ik had één mom jeans in maat 38. Heel strak rondom mijn billen. En dan wijd bij mijn benen. Echt. Zag er niet uit. En die andere skinny moest ik een maatje 38 hebben in plaats van 36. Dus 36 gaat terug. Dus ik kan ze gewoon gelijk terugbrengen. Ik had gisteren dus eindelijk weer chili gemaakt. Chili con carne. En ik vind het echt zo lekker. Het is echt één van de meest simpele gerechten. Maar ik vind het echt zo lekker als je het gewoon goed kruidt en zo. Oh, het is één van mijn favorietgerechten eigenlijk. Maar ik heb nu echt zo erg last van mijn darmen. Echt niet normaal. Ik reageer gewoon echt heel erg heftig op bonen. En dat ga ik echt never nooit meer eten. Dat heb ik mezelf echt beloofd. Ik ga het echt nooit meer eten. Ik heb echt gewoon zoveel pijn. Niet normaal. Zo, net aangekomen bij een korf. Ik heb mijn haar echt helemaal onder de haarlak gespoten. En dat voel ik ook echt. Het is gewoon keihard geworden. En ik heb dus eyeliner op. En ik weet niet of ik het heel erg mooi vind. Want ik kan dat gewoon niet zo heel erg goed. Wat vinden jullie van deze ooglook? Ik probeer gewoon zeg maar echt een ooglook met make-up te creëren die heel mooi bij mijn ogen is. Zonder dat ik gewoon nepwimpers nodig heb. Want ik heb op dit moment gewoon geen wimpers. En ik irriteer me daar heel erg aan. Want ik heb heel kleine ogen. Ik heb zeg maar amandelogen. Maar gewoon klein. Dus ik moet gewoon een trucje vinden die heel goed bij mijn ogen past. Ik nooit meer nepwimpers nodig heb. Maar eigenlijk moet ik gewoon mijn wimpers laten groeien. Want ik heb eigenlijk helemaal niet... ik heb eigenlijk best wel volle wimpers. En best wel veel. En dik. Ik heb nooit heel lange wimpers gehad. Maar altijd wel heel erg vol. Als ik mascara opdeed, dan was het eigenlijk best wel mooi. Super raar. Ik moest naar de Zara. En ik ga dus gewoon bij de bijeenkomst parkeren. Met het idee dat ik hier ook echt moet zijn. Maar ik moet hier echt totaal niet zijn. Ik vind dit wel echt de fijnste parkeerplek. Fijnste parkeerplek in de stad. Ik ben nu bij de Bijenkorf en zo te zien gaat mijn dieet heel erg goed. Ik heb noedels met garnalen, lekker wokkie, cola zero en ik heb een muffin met blueberries. Ik heb hier echt heel veel zin in. Ik ben gestopt met eten want ik zit helemaal vol. Dat is het beste om te doen, dan word ik niet misselijk. En dit is echt totaal niet zoet. Het is wel lekker, maar echt totaal niet zoet. Ik denk dat ik ook ga stoppen met eten. Ben ik geslaagd of niet? Bijenkorf had echt een goede sale. Love it. En ik heb heel veel bij de Zara gescoord. Ik ben daar echt heel erg blij mee. Nou, ik ben in ieder geval geslaagd met shoppen. Had ik echt niet verwacht. Maar ik heb echt een heel leuke outfit of twee voor Nesim. Ik heb net de schoenen voor Nesim gekocht. Ik heb voor mezelf nog een paar dingetjes gescoord in de sale. Ik ben echt heel erg happy. Ik had het niet verwacht. En ik zweet me echt helemaal dood. En je ziet mij nu ook niet meer. Ik ben ook weer fucking slecht water aan het drinken. Dus ik ben onderweg gewoon gestopt bij de Mackie. Om dit te halen. Want er was dikke file. En ik dacht, ja, kan ik eens gewoon lekker water drinken. Oké, ik ben net thuis. Eindelijk. Het is nu inmiddels al 5 uur of zo. Dus ik heb er best wel lang over gedaan. Ik lieg. 6:10, jongens, oh mijn god. 6:10, ik ben net thuis. En ik had vandaag opdracht gekregen van Nesim om een nette outfit voor hem te scoren. We hebben morgen iets leuks om te vieren. En hij had geen nette outfit, hij is nu in het buitenland. Hij is volgens mij in Albufeira. Ja, Albufeira. En hij zei, weet je, ga maar gewoon naar de Zara. En kies maar gewoon een paar dingen voor me uit. Jij weet wel ongeveer wat ik leuk zou vinden. En ja, kies gewoon maar wat uit. En schoenen. Dus ik moest een nette outfit gewoon met schoenen en al gewoon voor me uitkiezen. Dat vond ik echt zo moeilijk. Want Nesim heeft echt letterlijk nooit een nette outfit aan. En ook echt heel erg benieuwd wat hij ervan gaat vinden.
En ik vond het ook een beetje moeilijk met de maten en zo. Want hij heeft niet altijd dezelfde maat qua broeken en zo. Maar ik hoop dat het goed komt. Ik heb dus deze broek voor hem gekocht. Ik vond deze echt zo mooi. Dit is van dichtbij die stof. Ik vind hem echt heel erg cute. En echt zo'n kleur waar ik op dit moment helemaal gek van ben. Ik kan die mooi naast me lopen. Ik vind het echt een super gave broek. Ik hoop dat hij hem ook mooi vindt. Ik had er een foto van gemaakt en via app gestuurd. En toen zei hij wel dat hij hem echt heel erg mooi vond. Dus dit heb ik voor hem gekocht. En ik heb deze broek dus in 2 maten gekocht voor de zekerheid. Want ik vond hem er best wel goed uitzien. Want hij zei dat hij een bepaalde maat droeg. Maar ik zag het en toen dacht ik van, het ziet er best wel groot uit voor een zien. Maar ja, goed. Ik heb dus 2 maten gekocht voor de zekerheid. Ik heb van de sale deze blouse, wat is het, een blouse trui gekocht. Want ik vond hem echt heel erg leuk. Het is zeg maar een blouseje, maar dan van het dikkere stof, niet van het blouse stof zeg maar. Eigenlijk is het gewoon een trui. Dus ik vond hem echt heel erg leuk en echt iets voor Nessie. Alleen ik weet dus niet of dit bij me... Nou, ik vind het best wel cute. Deze is trouwens van de nieuwe collectie. En deze is 50 euro per stuk. En deze is 17 euro. Hij was eerst 40 euro. Ik vind deze echt cute. En toen dacht ik van, mocht hij dit niet leuk vinden, dan heb ik nog een andere blouseje. En deze is van een nieuwe collectie. En ik vond deze ook echt cute. Het is gewoon net iets anders dan een normale blouseje. Nessie draagt gewoon geen blouses. En deze vond ik gewoon wat stoerder. Oké, verder qua schoenen bij de Zara kwam ik echt niet uit. Ik vond het echt heel erg lelijke schoenen daar. Nou, toen ging ik naar de Bijenkorf. Toen heb ik deze schoenen voor hem gescoord. En volgens mij past het ook echt perfect bij deze outfit. Ik hoop het. Ik zou het echt heel erg leuk vinden als het ook nog echt... Stel je voor, ik heb deze schoenen gehaald en ik ontdek nu dat het gewoon totaal niet bij elkaar past. Dat het een heel andere kleur is ofzo. Oh nee, dat past wel. Ik ben echt heel erg blij. Ik heb deze schoenen gescoord van Nessie. Oh, dit past volgens mij mooier. Ja, dit past toch wel. Ik vind het meer bij mij passen nu. Nee, dit moet toch wel bij elkaar passen. Ah, ik vind ze echt cute eigenlijk. Ik vind ze nu eigenlijk nog veel mooier dan in de winkel. Ik ben hier echt heel erg blij mee. Deze broek is ook echt geweldig. En ik ben echt blij dat ik hier 2 maten van heb gekocht. Want dan weet ik zeker gewoon dat hij 1 nette outfit heeft. Oké, dat was dus voor Nessie. Ik heb hier nog een cadeautje gekocht. Hier zit dus een portemonnee in die ik bij de Bijenkorf heb gescoord. Echt een superleuk. Ik kan het jullie helaas niet laten zien, maar deze is voor mijn schoonmoeder bedoeld. Die is over een paar dagen jarig, dus ik dacht ik ga gelijk even een cadeautje voor haar scoren. En ik heb echt een superleuke portemonnee voor haar gescoord. Ik hoop ook echt dat zij het leuk gaat vinden. Ook een beetje in de kleuren die ik leuk vind. En dan als laatst voor mezelf, totaal niet gepland, maar ook voor morgen, heb ik dit gekocht voor in mijn haar. Oh, ik vind het echt zo cute. Je moet je voorstellen dat ik dan gewoon los haar heb. En dan aan de ene kant gewoon van die speldjes hier. Oh, lijkt me echt zo cute dit. Ik ben echt benieuwd hoe het me gaat staan. En voor de rest heb ik ook zo'n broek gescoord van de Zara. Hij lijkt een beetje op die van Nessie. Maar volgens mij is die van mij high-waisted. Kijk. Hij is zo. Ik hoop dat hij ook echt mooi gaat zitten. Dit is een maatje S. Maar ik heb deze niet gepast, omdat ik dus zag dat van de achterkant dat er best wel veel, zeg maar, rek is. Ik ga even de keuken opruimen. Ik heb dus gisteren van die snackkomkommers gekocht. Even die snackpaprika's en zo. Van als ik even trek krijg en ik weet niet wat ik moet eten, dat ik niet gelijk iets ongezonds pak, maar dat ik gewoon een gezond snackje pak. Dat was zo grappig. Gisteren heb ik dus voor slaap gegaan 2 komkommers gegeten. Toen heb ik ze dus hier laten staan met de tekst zeg maar zo eraf. Dus ze stonden zo kijken. Dus ik had ze zo dus laten staan op de tafel. Toen werd ik vandaag wakker. En toen ging ik dus uit mijn bed en ik keek op de grond. En ik zag zo gewoon een komkommer voor mijn bed. Ik denk, what the fuck, het een komkommer voor mijn bed? En ze liep door en ik keek naar de gang. Zag ik weer zo'n kleine komkommer. Ik denk van, huh? Ik wist 100% zeker dat het gewoon wel Dinar was. Want Dinar is echt zo'n type die alles in haar mond stopt en overal neergooit. Maar ik dacht, hoe komen ze toch aan die komkommers? Die liggen toch in de koelkast? Toen kwam ik hierheen. Toen zag ik dus dit zo op
aan tafel staan, dacht ik, oh mijn god, ze heeft gewoon in een bakje gezeten. En gewoon overal, ook in elke fucking komkommer heeft ze gewoon gekrabd. Echt zo hinderlijk. Echt irritant. Ze heeft letterlijk in elke komkommer zitten te krabben. Ik kan gewoon geen één komkommer eten. Kijk. Ja. Kijk, Dinar. 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 Bastet. Je bent zo stout. Zo. Ik ben net gebeld door Nessim. Die komt binnen nu en een kwartier. Ik heb dus gisteren chili con carne gemaakt. Ik ga er even snel rijst mee maken voor Nessim. Ik moet het dus echt niet eten, want ik reageer er heel slecht op. Maar Nessim had er wel echt heel veel zin in. Ik hoop wel dat hij niet aan de scheiterij gaat. En ik ga weer eens voor de verandering vermicelli in mijn rijst doen. Ik vind het echt zo lekker. Zo, lekker mijn chili even opwarmen. Ik ga jullie heel eerlijk zeggen, dit ruikt echt zo lekker. Ik heb het echt zo lekker gekruid. Even rijst met vermicelli bakken. Kijk eens wie er thuis is. Lekker hoor, Dinar. Dinar, oi 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 oi. Lida kwam meteen op hem af en deze bleef gewoon lekker arrogant hierop zitten. Oh, van, kom mij maar groeten, bitch. Vet kroket. Oh. Nou, Nessim's eten is klaar. Oh, lekker. Zo, ik ga nu even laten zien wat ik allemaal voor Nessim heb gekocht. En even kijken of het ook allemaal mooi past. Dus niet voor Nessim. Nee, dat is niet wat van Mark van Bommel was. Ik hoop dat je ze leuk vindt. Zo, mooi. Ja, is dit geen dagelijkse schoenen? Dit is nee, het zijn net de schoenen. Hij is wel netjes. Jongens, het ga je niet geloven, maar ze zijn gewoon te groot. Ze zijn te groot, kijk. Ben jij serieus met mij? Ik dan. Oh, wat kut. Deze heb ik van de sale gescoord. Ik vond die echt leuk. Is echt leuk. Ja, hè? Oh, mooi. Vind je het echt niet mooier dan op de foto? Ik hou wel van zo'n nette broek. Welke maat is dit? Ik heb twee maten gekocht. 32. Dat is ook leuk. Dit is van een nieuwe collectie gewoon. Mooi hoor. Mooi hè? Mooi, nou. Mooi. Nessie wil gewoon niet accepteren dat deze broek te klein is. Dat hij gewoon deze aan moet doen. Jawel. Nee. Ik kan niet dicht bij je buik. Nee, te klein. Ja, maar je moet nog kunnen zitten hè? Ik kan zeker zitten. Oh. Eerst zeg je te groot en nu pas je er niet in. Zeg gewoon te groot. Ik snap er niks van. Ik vind deze broek trouwens wel echt heel mooi bij jou, Nesje. En deze trui vind ik ook heel erg mooi bij jou. Maar ik weet niet of ik het samen heel erg mooi vind. Wow. Ik vind die broek echt heel erg mooi. Hoe zijn je schoenen dan? Niet zo. Niet zo eigenlijk. Ook al zeg maar waren ze een goede maat. Ik vind het totaal toch niet zo mooi. Ik denk op zo'n Uber-drijver. Oh, het zag er in mijn hoofd zo mooi uit. To go to Central Station, yes. Oh mijn god, wat een veel. Dus hij vond deze broek mooi. En deze trui, maar het is gewoon echt los van elkaar. We hebben dus geen outfit.